Hoi, hier is Wouter. Welkom bij deze video. Ik had vandaag theorieles. Dat had ik van tevoren even geoefend. Hier met dit boek. Het is een beetje de theorie dingen. Vragen die je dan uit je hoofd moet leren. Dus dit en zo. Nou, dus dat had ik vandaag in Zwolle. Dus moest ik even heen rijden met de auto. Met de chauffeur natuurlijk, want ik heb geen rijbewijs. Anders had ik die les ook niet nodig. Dus, daar ging ik heen. Moesten we eerst even goed zoeken waar het was, want het zat een beetje verkeerd aan me opgeschreven. Dus ik kon het niet vinden. Uiteindelijk heb ik het gevonden. Heb ik alles ingevoerd, zoals mijn nummer die ik had, die ik moest invoeren. Ik heb mijn ID meegenomen. En nou niet binnen. Nou, dus moest ik een kwartier wachten. Ik had geen mobiel bij me, want die mag je toch niet gebruiken. Dus. En anders moest je hem in de kluis doen, dus ik dacht, laat ik hem gewoon thuis. En ja. Nou, dus ik moest een kwartier wachten. Op een gegeven moment kon ik. Dus toen liep ik die zaal binnen. Was er zo'n computer en zo, met touchscreen. Dus dan moet je die vragen allemaal invoeren. Nou, dat heb ik gedaan. Een beetje nadenken en zo. En uiteindelijk krijg je de uitslag. Nou, ik had 22 fout van de 50. Dus gezakt, want je mag maar ongeveer 4 fout hebben. En ik had de 22, dus echt veel te veel. En het waren vooral vragen met voorrang. Dus wie er voor mag en niet voor mag, die had ik vooral fout. En die met snelheid en zo, dat ging wel goed, die wist ik wel. Alleen de voorrangsvragen moet ik een beetje induiken. Ja. Ja, dus niet geslaagd. Maar ja, volgende keer beter. Goed, ik bedank jullie voor het kijken naar deze video. En tot de volgende keer. Doei, hier gaat Wouter.